Koningsdag in Brabant trappen we natuurlijk af in de Nassaustad, Breda, met de traditionele militaire vlaggenparade hier op de KMA. Voor mij, inderdaad, de eerste keer, maar wel op een hele mooie dag. Dag waar we vandaag vieren. En vind je het een beetje leuk hier? Ja, maar soms is het wel saai. Waar ga je ook nog wat leuks doen aan vandaag? Ja, we gaan op een kleedje in het park zitten. En u meneer, waarom is het toch zo belangrijk om hier te komen met de kinderen? Ja, voornamelijk omdat ons neefje daar staat met de kadetten. Vind je het mooi? Ja. Ja, en jij? Zouden jullie dit ook durven? Nee, ik zou het niet durven. Omdat ik het zo leuk vind. Samen met mijn buurvrouw. Ja, buurvrouw, u vindt het ook wel mooi. Ja, wij gaan altijd samen. En nou, direct na afloop nog een lekkere borreltje. En misschien is er wel eens gebak altijd bij. Op de Vrijmarkt in Etten-Leur is Bert Steenbrugge een vreemde eend in de bijt. Hij demonstreert in zijn eentje tegen de monarchie. We proberen aandacht te geven aan het feit dat een monarchie niet echt democratisch is. En dit is eigenlijk een prachtig moment om dat te doen. Een koningsdag zoals dat in Etten-Leur gevierd wordt. Ja, is dat een Nederlander? Het koninghuis hoort er toch om bij? Vind ik wel in ieder geval. Wat vindt u ervan? Hetzelfde. Ja, vooral op koningsdag. Maar ook hier worden gewoon oude spullen verkocht. Ja. Hoe gaan de zaken? Ja, goed. Vroeg begonnen, maar gaat goed. Wat heb je zoal verkocht vandaag? Een reiskoffer, LP's. Twee beeldschermen, een televisie, een hangmat, een fiets. Niet zoveel. Ik vraag er 50 cent voor. Maar je doet het wel heel goed. Vind je het leuk? Heel leuk. Wat heeft u allemaal gekocht, mevrouw? Oh, van alles. Speelgoed voor de kinderen. Ja, meestal, de meeste dingen zijn speelgoed. Hier in Valkenswaard vieren ze Koningsdag helemaal op hun eigen manier. Met harde gitaren en ronkende motoren, want hier is het Harley-dag. Vorig jaar werd de Harley-dag in Valkenswaard nog verboden door de politie. Uit angst voor geweld tussen rivaliserende motorclubs. Maar vandaag verliep alles prima. Ja, het is gewoon een zonnige dag. We zijn gewoon motorrijders onder elkaar. Geen probleem. En waarom zijn jullie hier, jongens? Voor de motors. Ja, vinden jullie het wel stoer? Ja. Gaan jullie later ook op zo'n motor rijden? Tuurlijk. Het is het mooiste wat er is. Het is echt het allermooiste wat er is. Dat is voor iedereen een droom. Zo, tenminste voor mannen heel veel, hè. Houdoe.